Wij staan hier met Ahmed Mendes Morera, Kozakkenboys. Ja, goed dat je even uit de kleedkamer kon komen. Je hebt al die festiviteit een beetje gade geslagen, maar vandaag was natuurlijk het moment waarop het moest gebeuren. Ja, waarom lukt het niet? Ja, waarom lukt het niet? Ik denk dat we gewoon weer hebben laten zien dat we gewoon ontzettend goed kunnen voetballen. Alleen gaat het eruit uitkomen dat je het balletje tussen de palen en in het netje schiet. En dat was vandaag niet het geval. En dat was eigenlijk het moraal van het verhaal van deze wedstrijd. Want ja, we hebben volgens mij 75-80% balbezit gehad, kans gecreëerd. Was het niet in een te laag tempo tot aan de laatste 15 minuten? Ja, dat zou je misschien wel kunnen zeggen. Maar ik denk dat we erop vertrouwden dat er wel een goal zou vallen. Dus vandaar dat wij het geduld opbrachten om niet ook te snel de lange bal te gaan spelen. En zeg maar alles opnieuw te gaan spelen. Want we hadden alle vertrouwen in dat we de goal gingen maken. Maar het zat er jammer genoeg niet in. Nee, nee, want het gebeurt niet zo vaak, hè, thuis 0-0. Nee, volgens mij is dit seizoen geen één keer gebeurd bij ons. En, we hadden er ook niet op gerekend. We hadden er zeker op gerekend. Vooral zij scoren veel, wij scoren veel. Dat er sowieso een goal zou vallen. Maar ze hebben gedaan wat ze moesten doen. Ze hebben heel de wedstrijd ingezakt en verdedigd. Ze hebben geen kans gecreëerd. En dat is hun goed recht. Want ze hebben een punt genoeg. En dat hebben ze vandaag ook gedaan. Ja, dan word je helemaal gek toch aan het einde van die wedstrijd. Nog een bal op de paal. Je zag hem nog vallen, denk ik. Keeper mee naar voren. Die bleef lang staan. Ja, het was een goede aanval. Bal 20, 25 meter op de paal. En, ik zag hem al erin vliegen. Maar het mocht niet baten. Nee, het mocht niet baten. Katwijk heeft het hele seizoen bovenaan gestaan. Ja, hoe hebben jullie gekeken? Voelt dit dan als een gemiste titel? Dit voelt zeker als een gemiste titel. Natuurlijk stonden zij bovenaan en hebben in afslag geslagen met 15 punten achter. Ergens in november uit mijn hoofd gezegd. Maar ja, als je het dan voor het grijpen hebt, dan wil je hem pakken ook. En ik denk wel dat Kozakken Boys de best voetballende ploeg is. Maar ja, daar gaat het eigenlijk niet om. Je moet gewoon winnen. En dat hebben zij vandaag iets meer, dat hebben ze over het algemeen iets meer gedaan dan wij. Er stond wel een beetje spanning op, hè, bij heel veel spelers. Eerste half uur. Daar heb je ook gelijk in, maar dat is te begrijpen. Als je zo'n wedstrijd speelt dat je moet winnen, dan kan ik begrijpen dat er spanning op staat. Maar bij mij was dat niet het geval. Ik speelde gewoon mijn spel, maar dat was jammer genoeg niet goed genoeg. Je ging nog even op jacht de laatste 5, 6 minuten naar de penalty, hè? Mensen opzoeken wat je graag doet, hè? Ja, natuurlijk. Dat doe ik ook wel eens. Maar ja, de scheidsrechter had het wel goed gezien dat er in sommige momenten geen penalty was. En dat heeft hij goed gedaan. Het is raar, of niet? Je trekt straks de deur dicht, je gaat hier weg en je komt hier gewoon niet meer terug, hè? Er staat een mooi avontuur voor op je te wachten. FC Groningen. Heb je überhaupt vakantie? Überhaupt vakantie? Nou, we beginnen over precies 4 weken. En de eerste week is dan de bedoeling om lekker rustig aan te doen. Voor helemaal niks doen. Lekker uitrusten na deze... Maar jij zou toch ook een beetje voor jezelf gaan trainen? Ja, maar dat heb ik ook in de loop van het seizoen gedaan. Maar de eerste week is het belangrijk dat je niks doet. En de laatste 3 weken voor de voorbereiding lekker weer beginnen. En dan staat er een mooi avontuur voor de deur. Je klinkt al als een echte prof. Is dat zo? Zin in? Ik heb er zeker zin in. Wellicht. Dankjewel. Yes. Merci.